deze video ga ik het hebben over tekenen met potlood en dan vooral over tekenen met heel veel lijn of juist helemaal zonder lijnen te gebruiken. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal praat ik over alles wat mij interesseert en dat is tekenen, schilderen, fantasy, boeken en schrijven. Vind je dat ook leuk? Word dan vooral even lid van mijn kanaal. Dat doe je op de grote abonneerbutton onder de video te klikken. En je kunt ook mij volgen op Instagram en Facebook, dat vind ik heel gezellig. In deze video wil ik het hebben over tekenen met potlood, omdat dat gewoon, ja, toch heel fijn is. Ik heb laatst al een video gemaakt over tekenen met pen en inkt. Die zal ik hier even linken. Daar heb ik het gehad over arceren. En arceren kun je natuurlijk ook heel goed met potlood doen. Maar met potlood heb je eigenlijk nog veel meer mogelijkheden dan dat je met pen en inkt hebt. Dus daar wil ik eigenlijk in deze video naar gaan kijken. Zo heb ik laatst bijvoorbeeld deze tekening gemaakt. Hier zit heel weinig gebruik van lijn in. Als je ziet, de bomen die zijn vrij lijnloos, als dat een woord is. Maar je ziet wel in de grasjes, zeg maar linksonder, zie je wel wat lijngebruik. Dus hier combineer ik het eigenlijk een beetje, want dat vind ik ook eigenlijk meestal het leukste om te doen. En nog even een ander voorbeeld. Deze heb ik ook laatst gemaakt. En hier zie je juist echt heel erg gebruik van lijn. Zoals boven in bij de lucht, rondom de zon of de maan, whatever je erin ziet. Daar heb ik dus extra lijnen aangezet, terwijl ze er in feite helemaal niet zijn. Waardoor het eigenlijk bijna een soort van grafische stijl wordt. En dat vind ik ook leuk. En ze zijn dus eigenlijk alle twee heel leuk om te gebruiken, alle twee de stijlen. En in deze video wil ik gewoon even wat laten zien van de mogelijkheden die je daarmee hebt. Ik heb na die twee tekeningen die ik je liet zien, heb ik nog andere tekeningen gemaakt. Ik zal even wat voorbeelden erbij geven. Dit is... even kijken. Dit is een tekening die ik een tijdje geleden al heb gemaakt. En dit is, nou ja, dit is met pen en inkt ook, maar dit kun je natuurlijk ook gewoon met potlood doen. En hier zie je heel erg het gebruik van lijn, juist. En dat is ook heel leuk. Maar dat eventjes ter voorbeeld. Ik heb namelijk ook laatst, even kijken, deze gemaakt. En hier zie je dat er eigenlijk geen lijn in zit bijna. Dit is allemaal vlakken. En het lijkt wel alsof je een soort van hier lijnen ziet, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk geen lijnen. Dat is gewoon de rand van een vlak. En ook deze heb ik daarna nog gemaakt. Hier zit natuurlijk wel, dit zijn natuurlijk lijnen, het laddertje. Maar voor de rest weer net als die andere, het zijn eigenlijk vooral vlakken. Het is eigenlijk heel leuk om op die manier te doen, omdat je potlood wordt daardoor bijna een soort, alsof je mee aan het schilderen bent eigenlijk. Dat is heel leuk. Ik ga er even wat voorbeelden bij geven om je het verschil heel goed te laten zien. Dus, oké, stel dat ik ga een boom tekenen. Ik teken altijd graag bomen, dat heb je misschien ook in die video over pen en inkt gezien. Goed, dan kan ik dus dat doen door echt lijnen te gebruiken. En juist bomen vind ik altijd heel geschikt voor lijnen, want die hebben ook een soort lijnen bijna in zich. Een beetje nog arceren. En je kunt die lijnen ook, zeg maar, steeds dichter op elkaar gaan zetten, waardoor het bijna weer een soort vlak wordt, zie je? Dit wordt nu gewoon een soort schaduwkant. En zo ook met blaadjes. Je ziet dat het begint wel een beetje een boom te lijken. Ik teken nog wat grasjes erbij. Zie je, dat zijn allemaal toch wel... Het is allemaal lijn. Dan ga ik hem nu nog een keer doen, maar dan met vlak alleen maar. En ik vind het dan soms wel makkelijk om stiekem een beetje te beginnen met een lijn. Maar eigenlijk, ik hou mijn potlood nu heel plat. Dus echt zo recht eigenlijk. Op het papier, waardoor je eigenlijk gaat proberen, zeg maar, het vlakje van je punt te gebruiken. En dan gewoon kleuren. Ik gebruik hiervoor trouwens een HB potlood.
Maar dit kun je natuurlijk met alle soorten potloden doen. Ook met kleurpotloden trouwens. En dit is iets wat dus een beetje tijd kost. Je ziet dat die lijn, die boom stond er veel sneller. Deze duurt hartstikke lang. Maar dat is ook wel soms lekker om gewoon een beetje meditatief te gaan tekenen. En je kunt hier, want als ik hier ook net als bij die ander, stel dat ik zeg ik wil hier ook een beetje dit verloop van licht naar schaduw, dan kun je gewoon de kant waar je schaduw wil, dan ga je gewoon vaker overheen. Of je drukt een beetje harder stiekem. En dan als je dan zo'n verloopje wil maken, want ik zit nu inderdaad, je ziet dat hier zo de rechte lijn bijna ontstaat tussen die twee kanten. Dan is het wel zaak om dat een beetje een mooi verloopje te doen en dat het niet inderdaad zo'n harde overgang wordt. En ook wat ik altijd denk, een boom is ook niet egaal. Dus het hoeft niet super mooie gladde ding te worden. Het mag best wel een beetje gewoon vlekkerig worden of... alsof hij inderdaad een bast heeft. Hoeft ook niet perfecte rechte randen te hebben, vind ik. Want er zitten nog wel eens knoesten of zo. Oh. Je moet blijven uitkijken, zoals je ziet. En nou ja, dit geeft je dus wel een beetje een impressie van een bast. Ik had nog best wel wat... ook hierbij denk ik altijd, wees niet bang om ook echt hard te drukken op een gegeven moment. En echt dat contrast erin te brengen. Waardoor het steeds contrastrijker wordt. En het gebruik van contrast vind ik iets fijns bij tekenen. Als je nou hier bij de bladerdek komt, dan kun je natuurlijk ook weer op deze manier tekenen. Maar dan zou je bijvoorbeeld gebruiken eens een andere beweging. Zie je, dus ik doe nu een soort rondjes. In plaats van hier deed ik meer recht. En nu doe ik een soort rondjes. Zie je, dan wordt het een beetje anders qua structuur. Dus ook op deze manier kun je toch wel weer... structuur erin aanbrengen. En dan, net zoals daarnet, probeer het allemaal een beetje schaduw en licht te geven. En dus dat de onderste rand is meestal donkerder. Net als de onderste rand van de bast hier tegenaan. Nou ja, hier kun je dus nog heel lang mee doorgaan. Want zoals je ziet duurt het wel langer dan die lijnmethode. Maar ik vind dit een hele leuke manier. Omdat ik dus inderdaad die tekeningen die ik eerder liet zien, die heb ik daarmee gemaakt op deze manier. En deze heb ik ook enigszins op die manier gemaakt. Want bijvoorbeeld gras vind ik nog wat lastiger dan om mee weer te geven. Want als ik hier nu nog eventjes wat grasjes ga proberen te doen. Grasjes worden toch al snel een soort lijn, hè? Maar goed, ik kan het ook wel in een soort van... nu probeer ik het een soort van te kleuren in plaats van lijn te doen. Blijft een gevoel van lijn voor mij. Maar goed, daar kun je gewoon mee experimenteren natuurlijk. En net zoals ik die grafische dingen liet zien, daar had ik eigenlijk gewoon een cirkel getekend, heel licht.
En daar ben ik lijnen omheen gaan zetten. En daarbij maakte ik me ook niet heel erg zorgen of het nou perfect netjes werd. En zoals je daarnet ook in die tekening zag, ik ben daarbij zo steeds harder gaan drukken. Dus nu is het nog allemaal best wel licht. Wat logisch is als je heel dicht zit bij de zon. Maar op een gegeven moment kun je een beetje harder drukken met je potlood. Oké, ik doe het nu nog slordiger dan toen. Je ziet dat dit is iets, het is een beetje een priegeldingetje. En als je dit echt goed wil doen, dan moet je het dus rustig doen, langzaam. En er de tijd voor nemen. Nou ja, je krijgt het idee hiervan een beetje. Dit is eigenlijk wat ik je wilde laten zien. Het verschil tussen lijn en niet lijn. En dat gewoon heel leuk is om mee te spelen. En ook dat je gewoon kunt uitproberen om dingen misschien door elkaar te gebruiken. Je moet er wel, als je dit wil gaan doen, moet je natuurlijk van tevoren een beetje nadenken over wat voor manier ga je gebruiken. Want die ene tekening waar ik inderdaad dat met die zon had gedaan, daar had ik van tevoren bedacht dat ik dat op die manier wilde doen. Ja, zo kun je je tekening van tevoren een beetje uitdenken. En ik merk zelf dat hoe meer ik hiermee speel, hoe meer ik ook zie van wat ik leuk vind, wat ik vind werken. Ja, dat is gewoon heel leuk. Dus ik ben heel benieuwd of jij hier ook al mee aan de slag bent en op wat voor manier jij het liefst tekent als je met potlood tekent. En stuur me ook op Instagram bijvoorbeeld eens een berichtje als je iets gemaakt hebt. Vind ik altijd heel leuk om te zien. Dus ik ben heel benieuwd en tot de volgende keer weer.